Welkom terug en leuk dat je er weer bij bent, hier bij een nieuwe bierreview van Bier bij Menno. We gaan vandaag, ik weet niet of ik deze nog in 2023 upload of misschien in het nieuwjaar 2024, maar dat gaan we zien. We gaan naar, als ik het goed heb uit mijn hoofd nog, Schotland. Schotland, ik heb even denken nog nooit een bier uit Schotland misschien wel gedronken, maar niet gereviewd, laten we het even zo zeggen. En ik heb deze gekocht. Het is van Fierce Beer in samenwerking met Tartarus Beers. Cookie Dog Imperial Stout van maar 8,4%, zoals jullie kunnen zien. Check, ik zal hem even zo doen. En het blik. De naam Tartarus Beers zegt me wel wat even, maar het is een Imperial Stout. Even kijken, hij komt met 8,4%, dat zei ik al uit Aberdeen, sinds 2016. Dus die zijn nu, zeg maar, 8 jaar bezig. En ik was hier benieuwd naar. Een IPO staat van 8%. 8,4%, hè, laat ik het even zo zeggen. Best, nou ja, weinig, hè. Laten we dat zeggen. Het is best wel weinig voor een IPO staat. En ik denk wel dat deze een beetje koffie heb en dat soort dingen, sowieso, hè, koffie, maar ook wel iets notigs, koekachtige dingen smaken. We gaan dan gewoon even kijken wat dit hier gaat doen, hè. We gaan gewoon een eerlijke review geven, uiteraard. Glas erbij en we gaan hem in het glas schenken. Zoals jullie kunnen zien, niet pikzwart, een beetje donkerbruin. Donkerbruin, ik ga hem niet helemaal inschenken. Donkerbruin. Even kijken of hij goed staat zo. Ja, ik vind hem perfect staan. Donkerbruin. En schuimkraag is peel, zoals jullie kunnen zien. Yes. Maar in het glas is hij helemaal pikzwart. Maar ja. Zo. De camera ook, hè. Pikzwart. Mooie mokkenachtige schuimkraag. Blijft ook wel goed staan, inderdaad. En ik hoop al een beetje dat ik ruik nog niks, zeg maar als ik mijn neus erbij doe, kijken of ik dan wel wat ruik. We gaan naar de neus. Ja, het eerste wat ik ruik, wat meteen al in de neus komt, is wel echt wel chocoladetonen. Ook een beetje vanille. Een beetje vanille komt ook wel een reuk naar boven. Vanille, chocola. Ik neig ook wel een beetje naar een beetje nootmuskaatachtig. Anyway, we gaan gewoon even kijken wat dit bier gaat doen in de smaak, toch? Ja. Ik zeg proost. Oh, zo. Ik zei chocola, maar als ik hem wat eigenlijk mij meteen aan moet denken is chocolademelk. Ja, ik had hem wel iets dikker verwacht, maar hij is wel, hij is niet dik. Laten we het even zo zeggen, een beetje waterig klinkt ook zo onaardig, hè? Maar hij is niet dik. Laten we het even daarop houden. Ja, echt chocolademelk proef ik een beetje. Nootmuskaat komt ook wel in de smaak terug, trouwens. Klein tikje vanille. En de 8,4%. Ja, het is niet een hele hoge alcoholpercentage voor een Imperial Stout. Proef je ook niet. Ik had er wel meer van verwacht, eerlijk gezegd. Ik had meer dat die voller was. Dat je het echt dat volle in je mond, maar dat heb je echt totaal niet bij dit bier. Totaal niet. Dat vind ik echt jammer. Wat me wel, wat ik wel weer grappig vind, dat ik dat chocolade, soort chocolademelktoontje proef. Heb ik eigenlijk nog nooit in een bier gehad. Nee. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ik had hier meer van verwacht. Daarom had ik hem eigenlijk op de camera willen hebben. Maar soms vallen bieren ook tegen. Hè? Dat kan gewoon. Hè? Ieder zijn eigen ding. Ieder zijn eigen ding.
cijfer voor het bier hier bij Bier met Menno. Ik krijg van mij een 6. Een 6. Ik vind het enige grappige, leuke wel dat het chocoladedingetje erin komt. Het chocolademelktoontje vind ik. Hè. Ik weet niet of jullie dit bier hebben gedronken. Zo. En als jullie dit bier hebben gedronken, laat zeker weten hier beneden in de comments wat jullie ervan vonden. Dus een 6 hier bij Bier met Menno. Ik zeg, laat me weten of jullie dit bier wel eens gedronken hebben. Ik ga daarvan genieten, sowieso. Nogmaals, ik had er wel iets meer voor verwacht, laat ik het zo zeggen. Social media, hier beneden in de beschrijvingsbox, zoals Instagram en Facebook, hè? Facebook. Dat was het voor deze bierreview. Hier, bij de enige echte Bier met Menno. Ben je nog een abonnee? Klik gelijk even de belletje aan van de abonneerknop. En dan krijg je elke week gewoon een nieuwe bierreview. Hier bij de enige echte, nog steeds Bier met Menno. En dan zie ik je volgende keer weer. Duimpje omhoog. Zou ik tof vinden. En dan zeg ik zoals altijd hier op het kanaal. Nou, proost en tot de volgende keer. Maar weer.